een ondernemer dient in deze tijd alle mogelijkheden te kennen om een doorstart te maken. Dit kan zijn om te overleven of om kansen te pakken. In mijn boek, De Doorstart, Warm of Koud, beschrijf ik 6 manieren om een bedrijf bij dreigend faillissement te saneren en voor te zetten. In het boek wordt op een heldere manier de mogelijkheden, de risico's en de consequenties beschreven. Zowel voor de onderneming als de partijen die erdoor geraakt worden. Als voorzitter van VNO-NCW Noord zie ik met ledenogen aan dat een hele aantal bedrijven worstelen. Worstelen als gevolg van de coronamaatregelen en een aantal kijken wellicht aan tegen een faillissement. Dat zijn situaties die vaak volledig onverwacht komen met heel weinig tijd om te handelen. En met heel veel leed voor de medewerkers, voor de ondernemer, voor de schuldeisers en voor de maatschappij. Laat je in zo'n situatie niet verrassen. Wees goed voorbereid. En wat dat betreft is er een prachtig boek op de markt over een doorstart. En ik zou zeggen, lees dat en zorg dat je beslagen ten ijs komt als zo'n situatie zich ook echt voordoet. In 2020 ging restaurant De Ziltezoen in Bergen aan Zee failliet. De gevolgen van COVID-19 waren de druppel. Mijn expertise op het gebied van insolventie wendde ik aan om het bedrijf door te starten. Midden in de eerste coronacrisis en net op tijd om op 1 juni weer open te gaan. Het restaurant heeft een nieuwe start gemaakt onder de naam Zilt, Bergen aan Zee. Een deel van het oude personeel heb ik in dienst genomen. En mijn bedrijfsleider runt het restaurant samen met zijn team. Er is veel veranderd, maar voor de gasten voelt het zeer vertrouwd. Er staat weer een solide bedrijf met perspectief voor de toekomst. Nou, een doorstart is voor mij een heel mooie manier om een bedrijf een tweede kans te geven. En wat je ziet is, als je dat op een deskundige manier doet, dat heel veel partijen rondom zo'n bedrijf daar erg blij mee zijn. Maatschappelijk goede doorstart is ook niet zo makkelijk. Dat vraagt toch een bepaalde combinatie van kennis en vaardigheden. En dat moet je op een hele goede manier doen. En wat ik vind is dat Robert dat in dit boek op een hele mooie manier heeft uitgelegd. Ik vind dat er een aantal hele mooie praktische handvatten staan beschreven. Waar iedere DGA, financial adviseur ontzettend veel baat bij kan hebben. Om echt wat kennis te krijgen over hoe je nou op een goede manier kunt doorstarten. Ik maakte zelf een faillissement mee. Verkocht veel bedrijven die in moeilijkheden verkeren. En startte ook bedrijven door. Ik ken hierdoor zowel de voor- als de achterkant van het faillissement. Niet als curator of jurist, maar als ondernemer, investeerder en adviseur. Daarnaast ben ik intensief betrokken geweest bij de nieuwe faillissementswetgeving. De nieuwe wet WOA komt ruimschoots aan de orde in mijn boek. Mijn ervaring en mijn platform doorstart.nl vormden de basis voor het boek. Het boek biedt alle informatie voor ondernemers in zwaar weer en hun adviseurs om het bedrijf succesvol en maatschappelijk verantwoord door te starten. Het boek is kort en bondig geschreven en in 2 avonden uit te lezen.